Dat is echt lekker. Het zit helemaal op je auto. Het gaat er niet af. Schat, het wilde gewoon niet af, hè? Nee. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik moet gelijk van huis. Ik kreeg namelijk een belletje dat mijn vriendinnetje Bente met scooterpech staat. Ze belde me op en ze zegt: Don, ik stond zonder benzine. Ik ben naar een benzinestation gelopen. Ik heb getankt, maar hij gaat gewoon niet meer aan. Hoe vaak ik het ook probeer met de kickstarter of elektrisch starten, de scooter wil niet aan. Bente loopt nu met de scooter aan haar hand. Loopt ze naar een garagebedrijf en die gaan kijken of ze wat kunnen betekenen voor haar. Bente die wilde daar niet op wachten, dus die belde mij op of ik haar kon komen ophalen. Dus ik ga gelijk de auto in en dan ga ik richting Bente. Bente en ik hadden misschien het idee om satisfying dingen te gaan doen. Je kent dat spul Oase toch wel? Dat is van dat groene spul en als je dat vult met water en je gaat daar overheen rijden of je gaat daarin prikken, is dat super satisfying. Je kan ook bepaalde satisfying dingen doen met bijvoorbeeld kaarsvet en zo. En ik zat te denken, misschien gaan we zo meteen even naar de supermarkt of naar een winkel en dan gaan we even allemaal dingetjes kopen en dan gaan we satisfying dingen doen. We hebben dat al een keer gedaan in het verleden, alleen dat mislukte een beetje. Een paar dingen waren wel heel satisfying, maar eigenlijk moeten we het nog een keer doen en dan met andere producten. Kijk eens wie we daar hebben, kijk eens wie we daar hebben. Het is je girl, Bente. Hey schat. Hey schat, vertel het eens, wat is er aan de hand? Nou, wat is er aan de hand? Mijn scooter broke down. Scooter broke down? Did you break down yourself too? No. Ik was aan het tanken en ineens wilde die niet meer starten. Ook niet met kickstart. En ik hoorde op een gegeven moment alleen maar gerommel. Toen dacht ik, wow. Het is niet goed. En toen zei jij, nou, ga gewoon naar dat reparatieding. En toen wilde ik dus gaan lopen met mijn scooter daarheen aan de hand. En toen ging die ineens wel weer starten. Dat was heel raar. Dus toen, nu heb ik hem sowieso voor een onderhoudsbeurt achtergelaten. Je scooter krijgt een beurt. Heb jij er nog een nodig? Het is wel kut als je overal heen moet, maar je hebt geen scooter. En wij wonen in een fucking gat, dus ja. Bent en ik gaan even naar de Praxis en dan gaan we leuke spulletjes halen voor satisfying dingen. Even kijken of ze daarvan het Oase hebben. Ik ben het meest hyped voor Oase. Ik wil gewoon goed slijm. Maar... goed slijm? Eeuw, oh. Je bent echt... er kwam een spettertje mee, oepsie. We gaan in plaats van naar de Praxis, lekker naar de Action. Daar heb je lekker veel zooi. Tijd voor wat actie. Zo, we zijn even heel snel naar binnen gerend en dit is wat we gehaald hebben. Moet je trouwens kijken, ik heb het Mac-afval nog steeds niet opgeruimd. De laatste keer dat ik naar de Mac ben geweest is anderhalf week geleden of zo. En zo lang ligt het al te rotten in mijn auto. Kijk de saus. Hoe smerig en rottend. Maar in ieder geval, dit hebben we gehaald. Verf, een bruisbal, zo'n squeefy, squishy bedoel ik. Die dingen zijn heel satisfying natuurlijk. Dit kent iedereen wel bijna. En veel Oase. Al deze dingen gaan we dus eigenlijk overrijden met de auto. En dat moet een heel satisfying effect geven. Ik denk dat het even tijd is om jezelf een shout-out te geven. Want op dit moment gaat zo meteen jouw eerste video online. Yes. Hé, daar loopt mijn perna niet aan. Geef gas. Hij moet je natuurlijk nog een keer. Kijk. Mijn oom en tante. Nog een keer. Mijn oom en tante, zie me alsjeblieft, zie me. Ja, yes. Maar in ieder geval, Bente die heeft haar eigen kanaal begonnen. Dat kon je al weten als je de vlogs gevolgd heeft. Bente gaat ook een beetje vlogs maken. En ja, dat is leuk. Vandaag komt de eerste video online. Als jullie dit zien, staat die al online. Dus kan je hem checken in de beschrijving. Of gewoon Bente de kanaal, een van de twee, zal ik in de beschrijving zetten. En dan, gaat gewoon gebeuren. Bente gaat ook doen. Toen wij in Spanje waren, heeft Bente gevlogd. Heeft iemand anders heel mooi bij elkaar geëdit. En die komt vandaag online. Voor ons dan. Voor jullie staat hij al online. Check hem in de beschrijving. Geef Bente wat liefde. Maar je merkt wel echt dan het verschil dat Don heel ervaren is en ik niet. Want je ziet eerst mij vloggen en dan zie je Don. Schat, je begint net. Nee, weet ik, maar dat vind ik gewoon grappig. Voor de eerste keer, ik heb al een stuk gezien van de vlog, heeft Bente het zo fucking goed gedaan. Dat had ik niet verwacht. Weet je dat? Nou, had ik niet verwacht. En dat vind ik heel lief. Vooral je tweede vlog die online gaat komen. Toen was ze op vakantie op Terschelling met vriendinnen. Die vind ik echt goed. Het zijn wel natuurlijk een beetje meidenvlogs, maar het is wel leuk. Het is echt leuk. We zijn weer thuis. En weet je in wat voor mood ik ben? Nee, draai nou eens om. Ik heb geen idee hoe zichtbaar mijn puberale snor is, maar ik heb nu een Mexicano snor. Schat, we hebben even twee flessen, lege flessen nodig. Die vullen we met water. Dan kunnen we dat op die Oase gooien. Maar dan...
Oh, je telefoon valt. Ik ga even twee lege flesjes pakken, vullen met water. En dan zet ik dat in de auto en dan gaan we even naar een parkeerterrein. En op het parkeerterrein gaan we even dingen overrijden. Wat een kut accent, sorry. ¿Cómo está? Me llamo Don. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, vamos, vamos. Miata princesos, schat, ik zou liegen. Alleen voor jou. Ik heb het perfecte drinken nu. Si, si. Laten we gaan. Parkeerplaats, dingen overrijden. Ik wil even af laten branden. Hè? Af laten branden. You know what it is, you know it's time to do this. Kijk, we hebben hier een stukje. We worden gevuld met water. Ik heb het 100 keer uitgelegd, maar nu kan ik het visualiseren. Dan rijden we het over. En dan hoor je... Water gaat eruit, satisfying. Als het goed is, laat het profiel van de banden een mooi spoor achter in de oase. Oké, schat, als jij me even nat maakt, dat heb je vast vaak... Nee, oké. Ja. Oh. Vul hem maar gewoon goed. Het trekt helemaal er echt doorweken. Zo lekker in. Hè? Het trekt er echt zo lekker in. Klopt. Maak hem maar goed nat. Hij is gevuld. Ik ga hem hier neerleggen, Bente gaat filmen en ik ga natuurlijk rijden. Okay. We hebben ook toeschouwers. Film de toeschouwers maar. Ja, hallo. We hebben toeschouwers. Gezellig jongens. Oké, dan ga ik. Oh, dat was echt lekker. Ja, dat was echt lekker. Ja. Wat, het is helemaal weg gewoon. Er is echt niks meer van over. Ah, kijk hoe. What the hell? What the hell? Holy shit, dat is satisfying. Wacht, dit was een vierkante. Pak eens een ronde. We hebben nu een ronde gevuld. Even kijken. Die leggen we er zo voor. En dan gaan we weer rijden. 3, 2, 1. Chill? Ja. Kijk, deze. Zo satisfying. Kan je dit pakken of... Nee, het valt gelijk uit elkaar. Kijk. Ah. Mooi sombrero. Ja. Hola chica. Hola chica, como estás? La cuenta por favor, la cuenta de tres. Je hebt echt die perfecte R daarvoor. Laat eens even zien schat, wat hebben we hier? We hebben hier een squeefy. Squee. Wat ga ik nog zeggen? Ik verspreek me gewoon oprecht. Het is nu tijd voor deze squeezy. En kijk hoe satisfying zo'n squeezy is. Iedereen kent het. Het is erg satisfying. We gaan deze onder de band leggen. Hier schat, leg jij hem eronder. Leg hem maar neer. Wil jij rijden? Ja. Nee, dat vind ik heel eng. Een heel klein stukje. Dat vind ik heel eng. Je weet waarschijnlijk niet eens hoe je hem in drive zet. Zie je? Ga maar niet doen. Ik leg het je nog wel een keer uit, maar niet vandaag. 3, 2, 1. Oh, dat zag er echt lekker uit. Hij is nog helemaal ingedeukt. Hij komt echt zo omhoog. Het volgende item is een bruisbal. En kijk, dit hoort toch niet in een bruisbal of ligt dat aan mij? Wat is het? Wat is dit? In ieder geval, maakt niet uit. We leggen hem weer heel mooi neer. 3, 2, 1. Oh, dat was echt heel lekker. Oh! Maar hij is nog wel een soort bol. Hij is echt een soort bol nog. Maar ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Maar ja, ik moet zelf natuurlijk rijden. Zullen we zo'n verfding doen? Ja. Welke kleur wil je? Die donkerblauw paars. Donkerblauw paars? Ja. Volgens mij is het gewoon blauw, schat. Is het gewoon blauw? Een beetje paars. Ga maar. 3, 2, 1. Ah! Kijk, het zit op de boom. Wacht, het zit op zijn voorhoofd. Het zit op zijn voorhoofd. Het zit op zijn voorhoofd. Oh mijn god, dan kom je shirt er zo, gast. Oh, sorry man. Nee, maakt niks uit. Wat de hel. Is mijn auto gehit? Gelukkig is het een soort waterverf, hoop ik. Oké, het valt mee. Gelijk schoonmaken zo thuis. Bente had een geniaal idee. In plaats van dat we er nog één doen, doen we er gewoon drie. Rood, geel en groen. 3, 2, 1. Ah, er gebeurde niks. Wij gaan één. Nee. 3, 2, 1. Het zit helemaal op je auto. Oh, je auto. Kijk dit. Kijk.
Ik dacht dat ik veilig stond, maar... Zielig, hij stond helemaal daar. Dit is iets minder goed uit de verf gekomen dan dat ik dacht. Ja. Laten we je moet maar... gewoon over de dop heen rijden. Nee, we gaan niet nog een keer. Laten we even naar de wasstraat rijden. Oké, okay, laten we even opruimen alles wat hier ligt en dan ga ik even door de wasstraat. Mannen, excuses voor de verf. Oh, maakt niet uit. Je hebt wel een blauwe plek op je voorhoofd nu. Oh, maakt niet uit. Harde knal, denk ik. Helemaal geslaagd, hè schat? Ja. Wel snel naar de wasstraat nu, maar het is wel geslaagd. Fucking dom dat we dit ook met de RS6 doen. Ja, inderdaad. Maar het is wel echt een veel betere satisfying video dan de vorige. Dan de vorige die we gedaan hebben. Ja. Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Dat verf splashte echt hard, jongen. Ja. Ja, die ene gozer die zag helemaal groen. Ja. Oké, okay, zeg maar alsjeblieft dat het eraf gaat, hè. Gaat het eraf? Het gaat er niet af. Oh mijn god, wat erg. Oh mijn... Het gaat er... Oh, het gaat er wel af. Heel langzaam. Oké, okay, gelukkig. Oh, ik schrok me al dood. Ik ga even Bente pranken. Schat, het wilde gewoon niet af, hè? Nee. Het wilde niet... Pranked. Nee, ik zweer het je. Kom maar kijken. Het gaat er gewoon niet af. Ja, dag. Nee, echt. Hier, kijk. Het gaat er echt niet af. Zie je, ik wist het. Oh, jawel. Het zit er nog wel. Kijk nou goed, er is al een gedeelte vanaf. Ja, maar toch niet veel. Gaat het er nou wel af of niet? Prank! Het gaat eraf, maar heel langzaam. Wat een prank. Nou, we zijn weer op thuis, honk. Dit ziet er beter uit dan al die verf. En kijk eens hoe ver ze zijn aan het... Ik haat het als ik me verspreek, maar kijk even hoe ver ze met de muur zijn. Alle stenen zijn gereinigd en alle voegen zijn opnieuw gelegd. Kijk, dit is de voorkant. Super netjes gedaan. Ik geloof dat ze bij het hoogste punt van de buitenmuur nog een paar voegen moeten doen en dan zijn ze klaar. Maar zoals je al zag, begint het resultaat er goed uit te zien. Ik ga trouwens deze vlog afsluiten. Ik ga jullie morgen om 5 uur weer zien. Dus dames en heren, ik ga jullie morgen om 5 uur zien. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg en dat is tot de volgende video. Later.